Hey Joey van den Berg, wat weet je nog van die wedstrijd van vorig jaar, AZ uit? Welke bedoel je? Wat een magnifieke goal weer, Ziyech. Ze staan te wachten in rijen van drie, zou je zeggen. Ziyech, och, wat een mooie weer. Toen zat ik thuis op de bank. Dus nee, dat was een hele goede wedstrijd. Kon ik toen niet meedoen, maar ja, dat was denk ik een van de betere wedstrijden in het seizoen. Dus, maar ja, degene die toen het verschil maakte zijn er nu allemaal niet meer bij. Dus ja, het zal een ander potje worden. Ja, jouw taak om het verschil te maken deze keer? Nou ja, graag. Maar nee, dat zullen we zien. En, ja, ik ben er wel benieuwd naar. Voor twee spelers is het twijfelachtig of ze het duel met AZ gaan halen. Het betreft Sam Larsson en Jeroen Lemoux. En dus moet Lodewegers voorin wellicht nieuwe keuzes gaan maken. Maar keuzes maken, dat hoort bij het beroep van trainer zijn. Nou, en weet u al welke keuzes u gaat maken? Nee, dat weet ik nog niet, want ik weet niet hoe fit mensen zijn en hoe dat er straks voor staat. Ik denk dat dat meer naar donderdag en vrijdag toe gaat. En dan gaan we kijken hoe we ervoor staan. Interessant is ook de invulling van de positie centraal achterin. Tegen AZ verving Kenneth Otigba de geblesseerde Jordi Buijs. Maar gaat hij dat tegen AZ weer doen? Ja, maar dat is altijd mooi als je een x-aantal goede verdedigers hebt die je zomaar in kunt zetten. En dat heeft Kenny uitstekend gedaan. En wat dan het beste is tegen AZ, dat moeten we nog even bekijken. Op de ranglijst is het verschil tussen Heerenveen en AZ 1 punt. En hoewel de uitwedstrijd tegen de Alkmaarders pittig is, gaat Lodewegers van eigen kracht uit. Bij fases gaat het gewoon heel aardig. En sommige fases dan zakken we weer wat weg. Maar we willen wel van onze eigen strijdwijze, strijdplan uitgaan. We willen zo ver mogelijk van die goal afverdelen. We willen positief voetballen naar voren toe. Maar dat kan niet altijd en dat lukt ook niet altijd. Ja, ik denk dat AZ in de breedte wel wat sterker bezet is als wij. Maar ja, AZ en Heerenveen schelen elkaar nooit zo heel veel. En, ja, ik denk dat het een gelijk opgaande wedstrijd kan worden. En dat hopen we dat we die kunnen afsluiten. Wat verwacht u van AZ in eigen huis? Ja, ze hebben natuurlijk een goede overwinning geboekt tegen Dordrecht. Dus dat geeft ook weer wat vertrouwen. Hè. Ze hebben daar wat perikeler in de technische staf. Hè. Dus wat gebeurt daar? Wat gaan we doen? Die overwinning was broodnodig tegen Dordt, dus die beginnen met een frisse elan aan zo'n wedstrijd. Dus ja, daar moeten wij maar een antwoord op hebben. Hè? Ja, nou ja, standaard die gaan erop en publiek erachter. En, ja, het is altijd een goede sfeer daar en ja, ik kijk er wel naar uit. Ik heb wel weer zin, een weekje rust gehad, dus dat is ook alweer genoeg en dan kan het echte werk weer beginnen.